Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben wij de eerste aflevering van het tweede park dat gevestigd is in Engeland. Namelijk het Torpenpark. En dan ga ik sowieso een paar keer fout zeggen. Dan ga ik dit de trollen zeggen. In ieder geval is dit weer een Engels pretpark. De vorige afgelopen weken hebben wij elke keer een ander park. De Alton Towers. Of Alton Tower Park hebben wij geüpload. En vanaf deze week gaan wij beginnen met het Torpenpark. Waar ik ook echt geen idee van heb wat er allemaal is. En gelukkig hebben ze hier een kaart. Daarvan. Ja, met 3 pixels. Ja, waarom? Oh, zet dan hier gewoon een deur neer. Zet dan hier gewoon die muur neer, jongen. Hoe moeilijk is het? Oh, joh. Ligt helemaal op een eiland. Ja, dat zag ik net ook. Dus ja, dus in ieder geval het eiland pretpark. Het Engelse eiland pretpark. En als je verzinnen hebt, klik even duimpje omhoog. IP staat in de beschrijving. Dat is ook meteen het IP van de andere pretpark. En dat kun je ook met audio gebruiken, want dat doen we namelijk in de video's zonder audio. En we gaan vandaag 2 attracties doen. De eerste 2. En het leuke is dat wij niet weten wat voor soort attracties het zijn. We weten alleen de naam. Jezus. We beginnen bij Stealth. En dat is een... achtbaan. Als het goed is. Een hele snelle achtbaan, zo te zien. Maar de vraag is Leo hier? Nee. Sorry, iemand is hier 1600 keer in geweest. Ik denk dat ze dit... Maar Leo is niet hier, dus ik denk dat we zelf moeten lopen. Oh, is Leo er niet? Jawel, dat is die Mindtime is daar. Oh, lol. Ja, die hebben hier van die name tags. Leo! Maar ik denk niet dat deze entrance super lang is. Stelt! Oh, hij was al aan het wachten. Oh, yo. Deze ziet er ook al echt snel uit. Hier wil ik wel voor inzetten. Dit is 80 miles per hour. Maar hoeveel is dat dan in kilometer per uur? 120 denk ik. 80. PH. Zoiets. 150. 128. Oh. Hoe snel is die houtachtbaan bij Toverland? 70, 80. Echt? Ik ben benieuwd hoe snel ze hem hier hebben. Oh nee, grapje, 90. Ah, nog steeds, dan is deze bij meer dan 30% sneller. Hoi! Oh ja, dit is dan een beetje zo'n namaak van die... Ja, Ferrari shizzle. Ja, nee, die... ja, van dat park inderdaad. En King Dakar is ook zo. Juist. Is gewoon vol gas omhoog en omlaag. Maar er zijn wat meer van deze hoor, dit gaat gewoon puur om de snelheid. Verwacht met deze naam van... Van de achtbaan. Stealth. Kijk. Ja. Dat was een snel ritje. Wel mooi. 12,50 gekregen. Hey. We gaan weer dan meteen door naar de volgende. Dat is namelijk... de Colossus. Colossus. En dat is ook een achtbaan die best wel groot is. Nice. Leeuwtje! Ik ga even kijken hoe ver ik kom bij de front row. Of niet de ingang aan het lopen. Oh, ik ben er al bijna. Oh, hij is er ook al. Werd jou getipeed? Nee. Tipeet hij ons er nou uit? Oh. Dat was crack op tijd. Oké, enjoy, zegt hij. Leo! Guttie! Gaan we hier achteruit of zo? We gaan stil... Oh, ik wou zeggen, we gaan stilstaan, maar dan gaan we wel. Aan de knoppen! In Heidepark zit ook een achtbaan die Colossus heet. Dus ik dacht dat het een houten achtbaan was, maar dat is die in Heidepark. Duitsland! Oeh. Oh, hier staat ook alles weer erop. Torpenpark. Drop. Hoe zou je... Nee, dan is het Thorpe. Ja, Thorpe. Thorpenpark. Thorpenpark. Hey, kijk daar rechts. Ja, dat zie ik niet. Ik zie jouw cupcake alleen. Oh, dat moest nog allemaal inladen. Nee, ik dacht dat het allemaal gebouwd was, maar niet klopt. Oh, hier wel. Een hoop vliegende glazen.
FPS'ke. Ja, dan zei je al dat het park wat wij als eerste gedaan hadden, daar was het meeste in af. Jezus! Zo tok. Ja, daar zag er eigenlijk vrij goed uit. Hier is het ook nog niet verkeerd. Hoi! Hij gaat wel smooth door de baan heen. Open was, maar dat wil dus niet zeggen of alles af is. Hij gaat wel smooth door de baan heen, dat wel. Ja, wel leuk. Hier zie je ook, hij ook vaak over de kop, man. Oeh, hier is het ook weer high five gegeven aan de bezoekers. Wat is dit hier, alweer? Man! Acht keer, Wat is dit? Colossus, jongen, Colossus. Je hoeft uw cola niet mee te nemen. Puit aan alle kanten eruit, klintremers. Hey! Pugep! Oh, lekker man. Oh, en dan heb ik ook zelfs van die remblokken of zo hier. Oh ja, ik zag het, zo'n remsectie, ja. Lekker man. Magneten. Een loop pacemaker naar de kloten. Ja, valt er allemaal mee, jongen. Oh. Is wel, daarom mogen mensen met de pacemaker niet in deze attracties. Oh, je bedoelt zo'n... Ja, zo'n kastje waar je hart op ritme houdt. Oh, ik... ja, maar dan neem ik aan ook mensen die een prostaat hebben. prostaat hebben? Ik mag toch leiden dat iedereen een prostaat heeft? Nee, mensen die een prostaat hebben. Dat was in het Engels, jongen. Prostate. Nee, die, ja, die zo'n... Wat lulde jij nou allemaal, jongen? Die een ander been hebben, zeg maar. Oh! Een, Ja, hoe heet zo'n ding? Daar kan ik er niet op komen, hè. Ben het even helemaal kwijt, ja. Een prosthetic leg! Een kunstbeen. Ja, een kunstbeen. Die worden dan toch ook helemaal meegetrokken. Met die magneten allemaal. Wilde niet hebben! Maar goed! Een beenprothese is het. Ja. Ja. Was bijna. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken, mensen. Vonden jullie de video leuk? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. We zijn in ieder geval van plan om elke week weer een aflevering te uploaden van het park. Waarbij we ongeveer 2 attracties doen. Misschien soms 3. Ligt er een beetje aan hoe lang ze duren. Als het 8 banen zijn, meestal 2. Wil je het zelf bezoeken met audio erbij? Wat je dan zelf aan kan zetten. IP staat in de beschrijving. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we de volgende keer weer. Later! Later, hè.